Mooie dag voor je. Hele mooie dag, heugelijke dag. Zeker, ja. Wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Het is heel fijn dat we eindelijk weer open zijn. Nadat we een jaar natuurlijk dicht zijn geweest. En het nieuwe museum is zo gaaf geworden. Dus ik zie heel erg uit naar aanstaande zaterdag, wanneer de eerste mensen ook daadwerkelijk Naturalis, het nieuwe Naturalis, kunnen bezoeken. En ik denk dat ze helemaal overrompeld zullen worden van wat ze hier allemaal te zien krijgen. Jij kent het natuurlijk al, hè? Je weet al hoe het gebouw eruit ziet. Het is voor jou niet allemaal nieuw. Nee. Maar wat denk je dat mensen ervan gaan vinden? Ik denk dat ze het heel gaaf gaan vinden. Het is heel ruim. Het heeft een hele logische indeling. We hebben natuurlijk een aantal nieuwe pronkstukken. Triceratops bijvoorbeeld. Het favoriete maaltje van de Tyrannosaurus Rex hebben we nu ook. En het ziet er gewoon allemaal zo gaaf uit. Ik denk dat ze heel positief zijn. Waar moeten ze als eerste naartoe? Naar de dinozaal? Nou, ze moeten niks sowieso. Maar ik denk dat ze alles even gezien moeten hebben. Kijk, mijn twee favoriete zalen zijn natuurlijk de dinozaal en deze zaal, de ijstijdzaal. Hoe Nederland eruit zag 15, 20.000 jaar geleden. Ten tijde van de ijstijd, wanneer er nog wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, holenberen rondliepen in Nederland. Nou, er staat er natuurlijk eentje. Een mooie mammoet. Dus die twee zalen zijn wel mijn favoriet. Ja. Denk je dat kinderen en ouders ook nu een beter idee krijgen hoe het toen geweest moet zijn? Dat denk ik wel, want je waant je toch echt even in een andere wereld. Je wordt ondergedompeld in een andere tijd. Echt even meegesleurd, meegetrokken naar hoe de wereld eruit zag 20.000 jaar geleden. Of als je door de dinozaal loopt 66 miljoen jaar geleden of misschien wel 150 miljoen jaar geleden. En dat is ook wel belangrijk. En hoe belangrijk vind jij het dat mensen een beetje weten hoe de aarde in elkaar steekt en hoe kwetsbaar die eigenlijk is? Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Hè? Biodiversiteit staat onder druk. Al het leven is afhankelijk van elkaar. We moeten er heel voorzichtig mee zijn. Als er een diersoort uitsterft, maakt dat de natuur weer ietsje kwetsbaarder. Omdat al het leven afhankelijk is van elkaar. Dus het is belangrijk dat we die boodschap over blijven brengen. En Naturalis is natuurlijk dé plek om dat te doen.